En gisteren had ik het ook al aangekondigd in mijn algemene beschouwingen. Dat wij inderdaad samen met de Partij van de Arbeid en Volt de motie hebben om de langjarige beschikkingen af te geven. We hebben net al wat voorbeelden gehoord. Ja, hoe vaak moet je nog bewijzen dat je niet kan lopen? Terwijl dat bij de eerste keer al duidelijk was. Dat is zo ook onhandig. Het is gewoon onhandig. Het kost je tijd en moeite. Je moet je weer ergens vertonen waar het misschien niet nodig is. Enzovoort. En dan kom je binnen. Dan zegt zo'n keuringsarts of zo'n degene die erover gaat. Ook zie je het, dan gaat u maar weer. Ja, dus dan ben je 1,5-2 uur onderweg geweest om alleen maar de deurkruk vast te houden. Dat zijn onmogelijkheden die je mensen niet moet aandoen. En wel is het zo, en dat staat natuurlijk ook in de motie, moeten we natuurlijk ook kijken of er niet nog stiekem iets verandert. Want voor hetzelfde geld heb je meer hulp nodig of andere hulp. En dat is eigenlijk heel belangrijk om wel te weten. Maar dat betekent niet dat je elke keer zo'n soort, tussen aanhalingstekens, examen hoeft af te leggen. En wethouder Schotens die heeft al een bepaalde beweging de goede kant op gemaakt. Waar wij hebben het nog een duwtje tegenaan gegeven.